om van Vlaanderen een topregio in de 21ste eeuw te maken. Met, voorzitter, collega's, met een onderwijs ook van die 21ste eeuw. Met een onderwijs. Ik blijf nog altijd geloven. En met mij, alle partijen van de regering, dat we die hervorming, die noodzakelijke hervorming, kunnen doen. Wel, maar er zal een hervorming van het onderwijs komen. Wij geloven niet in die pede eerste graad. De door deze Vlaamse regering zo stoer aangekondigde hervorming van het secundair onderwijs is bij deze afgeschoten door N-VA. Is bij deze afgeschoten. Dat je mensen en kinderen gelijke kansen geeft. Door kinderen die niet gelijk zijn, gelijk te gaan behandelen. En dan moet je dat afranden op de examen. Wij hebben afgesproken, voor eind mei zal de regering een beslissing nemen die een grond, die een belangrijke, een noodzakelijke hervorming van het secundair onderwijs zal inhalen. Voor ik vanochtend de radio hoorde, heb ik eigenlijk 3 akkoorden horen verdedigen. En ik weet niet meer wat nu juist beslist is. Er is vandaag een politiek akkoord. Maar een hervorming van het onderwijs komt er niet. Ja, dan denk ik eigenlijk dat alles bij het oude blijft. Onderwijs, politiek, die hervorming. De eerste graad. Secundair. Gelijke kansen. Onderwijs. Onderwijs. Alles bij het oude blijft.